kijken naar een nieuwe video van Anja. Ik ben Annemieke en ik hou van haken en breien. En ik ga jullie meenemen in de afgelopen week wat ik allemaal heb gedaan. Waar moet ik eens beginnen? Vorige week donderdag heb ik jullie meegenomen in een dagje op mijn vrije dag. En die video is echt leuk bekeken, leuke reacties. En misschien ga ik dat wel vaker doen, maar ik vond wel heel veel overal bij nadenken met filmen, dat is niet iets voor mij. ik vind dit makkelijker en we gaan het wel zien of ik het nog een keertje doe. Vorige week is de Coco Dynamo van Steven West, de Mystery Show. Uitgekomen. Kijk of ik hem erbij kan pakken. Ik heb clue 1 af, wonderbaarlijk. Want het zijn best veel steken, moet ik zeggen. En ik heb niet zo'n hele lange kabel, dus hij zit een beetje opgepropt, maar dit is hem. Ja, super grappig. En vanmorgen is clue 2 uitgekomen, dus die heb ik geprint. Daar is die. En we gaan brioche breien, super leuk. Heb ik wel vaker gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan, zeggen ze toch altijd. Dus brioche en ik zie dat we de bobbelstitch gaan doen. En weer brioche. En weer bubbels, dus het is brioche, bubbels, brioche, bubbels. Ja. Section 4 is brioche, section 5 is bubbels. Section 6 is ook weer brioche. En section 7 is weer bubbels. Dus, dat gaan we lekker doen. En je hebt ook nog een andere optie. De gewone. De islands options. Met mohair. En ik heb even zitten kijken. Ik ga deze gebruiken. Ik had eigenlijk geen mohair erbij. Ik wil eigenlijk deze gewoon doen. Die groene. Deze heb ik ook zelf geverfd. Met die bruin. En kijk, dit is wel heel leuk. Maar ik vind dat mohair ook wel leuk. Maar daar heb ik niet die groene van. Maar ik had wel deze gele in mijn voorraad. Dit is veel light van Vildar. Ik denk als ik die nou doe, die is bijna even dik. Kijk, maar die is niet echt zo'n klein draadje waar je mee samen breidt. Dus dan zou ik deze gewoon apart breien. Dus dat ga ik doen. Ik ga deze kleur gebruiken. Ik denk dat dat ook wel heel erg leuk is. Ik denk dat het wel warm is. Dus ik ga deze gebruiken voor de mohair. Dus ik ben benieuwd. Ik ga straks lekker beginnen met breien. Dus die heb ik. Die ga ik vandaag lekker doen. Onder het schoonmaken en wassen en wasvouwen. En ik moet straks met mijn jongste zoon een prikje halen. De 9-jarige prik. Dus dat ga ik ook straks doen. Ik heb vorige week was ik klaar met de makkiesjaal. Ik ging het eikort doen in een lekker felgroen kleurtje. Dat was deze. Maar ik kwam erachter dat hij echt onwijs trok aan de zijkanten. Waar ik het eikort moest doen. Deze kant. En die zou eigenlijk hetzelfde moeten zijn als deze. Maar bij mij... Ik krijg dat gewoon niet soepel. En dus toen heb ik gewoon
Ik ben nu de zijkant gewoon aan het breien in plaats van afhalen. En ik denk dat dat beter is, want dan zit, volgens mij zit dezelfde rekte op. Dus dat ben ik nu aan het doen. Dus ik mag nog, ik ga nog een keertje de minderingen doen. Maar hij is echt wel heel leuk. Hij wordt dus zo. Hier ga je nog meerdere en hier ga je twee steken afkanten. Dus dat is echt wel grappig, want deze punt wordt wat langer, zodat je hem makkelijker om kan slaan en door het, ja, uiteindelijk door de lus kan doen. Mocht je het patroon willen, ga dan even naar de site van Koperdraadje of in de show notes. Ik zal even een link naar het patroon zetten. Dus ik ben heel benieuwd hoe het eikoord nu gaat zijn. Ik denk wel beter, althans dat hoop ik, en anders is het jammer hoor. Hij is wel meer rekbaarder, hetzelfde rek als de andere. Dus ik denk dat het wel goed komt. Dus die ben ik aan het maken. En wat ik gisteravond heb gedaan is het Knit to Pull to Festival is natuurlijk bijna. Daar ga ik natuurlijk ook heen. Ik geloof half handwerkwereld gaat daarheen. Super leuk. Mijn beenwarmers van Knit to Pull to. Deze was al klaar. En ik heb gisteren heb ik de andere colorwork erin gebreid. Dus die is ook. Ik moet alleen niet toe, pul toe. Ik weet niet of jullie het in het spiegelbeeld zien. Dus daar ben ik nu. Ik ga nu minderen. Deze minderingen ben ik nu mee bezig. Ik moet nog 13 toeren en dan 2 steekjes, 4 steekjes minderen. En dan volgens mij hier 13 en hier 10. En dan om de 5, zodat het aan het been lekker een beetje strak zit. Dus ja. Die heb ik ook weer opgepakt, want die lag al een enige tijd stil, want ik moest het colorwork doen. En ja, ik ben niet zo van, ja, ik ben wel van het colorwork, maar ik weet niet. Het lag gewoon even stil, omdat ik ook andere leuke projecten had. Dus die ben ik mee bezig. En wat heb ik nog meer? Daar ben ik niet mee bezig. Ik ben al niet verder gegaan met de herfstkool. Dat ga ik volgende week denk ik lekker doen. Ik heb wel een ander werkje opgezet. Ik ga het heel even pakken. Ja, het lag niet zo heel ver aan de andere kant van de bank. Ik ben een muts aan het breien. De sokken. Hoe heet die? De sok het. Dat kan ik snel kunnen vinden. Even kijken. Doe een knopje. Nee, volgens mij de sok het en die ben ik aan het breien met mijn tweedgaren. Deze. Het is een beetje bordeaux, groen. Super mooi. Ik wou eens weten hoe dat breien en een proefje maken met dit garen. Maar het breidt echt super lekker. En ik ben, ja, ik denk dat dat wel leuk is. Ik ben alleen de steekmarkeren kwijt. Oh, wacht even. Oh, daar ligt hij. Ik ben, als ik bij het groene ben, zeg maar. Oh nee, hoe ga je steek mijn keer erin? Als ik. Hij is natuurlijk rood met groen. En ik ben, als ik bij het groene ben, dan doe ik averecht steken rijden. Dus dan krijg je een soort beweging in je. Ja. In je muts. Kijk, want hier is een heel stuk. Is het averecht. Maar daaronder is het weer recht. Kijk, en dan is het hier weer recht. En dan is het hier weer een stukje
averecht. Dus zo ben ik de muts aan het doen, maar ik vond hem nog wel vrij groot. Ik ben hem op 2,5 aan het breien. Maar ik heb maar 120 steken opgezet en dat is voor, volgens mij is dat voor een tiener. Maar hij is nogal vrij groot. Maar ik vind hem wel heel leuk. Ja, ik hou van losse muts. Voor mij hoeft hij niet heel strak. Ja, hij is wel leuk. Kijk. En dan zie je ook een beetje de averechten en de rechten. Ik vond het wel grappig. Ik denk, ga eens kijken of dat lukt. Maar ik vind het heel leuk. Dus, ik heb nog een aantal strengen van deze. En nog een lekker kleurtje groen in mijn webshop. Dus, neem gezellig een kijkje, zou ik zeggen. Dus die ben ik lekker mee bezig als ik zin heb om niet na hoef te denken aan een projectje. En wat ik nog meer bezig ben, ik met nog meer bezig? Nee, ik ben niet met nog iets bezig. Ik heb wel een project klaar liggen om te maken. En daar wil ik eigenlijk al mee beginnen, want ik heb hier zoveel zin in. Elke keer dacht ik van, nee, ik ga hem niet kopen. Nee, ik ga hem niet kopen. Maar ik vind hem zo gaaf. En ook de kleur vind ik heel gaaf. En dat is de Easy Cable Sweater van Hobby. Kijk eens hoe cool. Alleen maar kabels erin. En in het roze. Ik denk, weet je wat? Ik ga deze toch... Ik heb hem echt 6 keer voorbij zien komen. Ik denk, nou, deze moet echt... Moet ik gaan breien. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb ze besteld. Ik ga hem even openmaken. Ja. Het is Friends Wool. 100% wool. Dus echt... Het is echt fuchsia roze. Ik weet niet of er een... Nou, kleurnummer 47 is het. Dus, nou, deze ga ik maken. In het roze. Echt vet. Ik heb er zoveel zin in. Maar ja, ik moet eerst even een paar werkjes af hebben. Want ik heb er echt te veel op mijn naam staan. Alleen, ik kwam erachter nadat ik het besteld had. Dat ik maat S had besteld. En ik heb, ja, een emmertje. Dus dan kwam ik nog bollen tekort, dus die heb ik maar even bijbesteld. En ik kreeg gratis verzending, dus ik hoefde ook niet de verzendkosten te betalen. Dus dat scheelt wel weer. En dus die ga ik maken als ik iets af heb. Ja, ik heb er echt wel heel veel zin in. Maar ik, wat heb ik nog meer? Nou, meer eigenlijk niet. Ja, ik ben heel druk bezig geweest met het voorbereiden van de Swan Market weer. Ik heb echt, geloof ik, 40 strengen geverd afgelopen week. Die zijn gelabeld, zijn geprijsd. Zit in kratten. Er staat al een deel klaar wat meegaat. Ik moet nog een aantal dingen inpakken, maar dat ga ik zaterdag doen. Want ik ben zaterdag vrij. En... ja, dat. Ik ben gewoon heel druk bezig geweest met verven, met het labelen, met het opstrengen van de strengen. En ja, tussendoor gewoon makkelijke haakwerkjes. En daar heb ik echt heel veel zin in zondag. Ik hoop dat het droog blijft. Ik heb geen zin in nat weer. Dus ja, we gaan het wel zien wat het ons gaat brengen zaterdag. Zondag, sorry. Want zaterdag is de markt. En mocht je erheen willen, zondag 13 oktober van 11 tot 5 op de Swammarkt in Rotterdam. En dat is op de Binnenrotte. Dus mocht je in de buurt zijn of ja, vind je het leuk om naar zo'n markt te gaan, is een creatieve markt. Allemaal creatieve mensen die allemaal...
spullen verkopen die ze zelf maken. Ja, dus die zijn. Daar sta ik ook. Donderdag. Zondag. Jeetje, ik zit wel met de dag in de war. Donderdag. Nee, zondag 13 oktober. Ik zal het hier wel even neerzetten. En. Ja, dat was het eigenlijk wel. Ja, als ik klaar ben met de swammarken dan, en er zijn nog strengen over, dan komen die uiteraard op de webshop. Ik zal een paar foto's toevoegen van het verven. Misschien wel leuk om te kijken. Dan zie je een kleine speak view van de strenge garen die ik heb geverfd. En ik moet zeggen, ik vind ze echt fantastisch. Mijn man heeft ook gezellig geholpen, dus dat is echt wel heel leuk met de kleuren kiezen. En, ja, het is altijd spannend hoe het eruit komt. Ja, dan ga ik bij deze ga ik dan afsluiten. Ik wil alle nieuwe abonnees welkom heten op mijn kanaal. En ja, terugkering kijken, kijkers, blijf lekker kijken. En voor iedereen van geef een duimpje, de reacties. Ik lees alle reacties. Ik probeer op elke reactie te reageren. Of met een hartje of gewoon met een vraag. Of met een antwoord. En, ja, en abonneer graag op mijn kanaal, want ik zit bijna op de 600. Superleuk. En ja, het gaat echt wel als een trein, een sneltreinvaart, zeg maar. Dus, en hoe meer jullie liken en abonneren, dan gaat mijn kanaal groeien en groeien. En kan ik steeds meer voor jullie doen. Dan wens ik jullie een hele fijne week. En geniet van elke dag dat je ja, lekker aan het breien bent, ontspannen. Denk vooral aan jezelf. En doe rustig aan. Het wordt echt herfst weer deze weken. En dan kan je lekker op de bank lekker kruipen met een dekentje en een bolletje wol. En heerlijk breien of haken. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer terug. En heel veel plezier deze week. Doeg!